Op het gehele parlementsorgaan, dus zowel de oppositie als coalitie, ligt de verantwoordelijkheid de regering kritisch te volgen en te begeleiden. Dit haalde de nieuw gekozen voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., vandaag kort na zijn beëdiging aan. B. benadrukte dat het voltallig parlement verantwoording zal moeten afleggen aan het volk over de wijze waarop ze de belangen van de samenleving zal bewaken, behartigen en beschermen. De parlementsvoorzitter wees er verder op dat er binnen het parlement geen plek is voor de mantel der liefde. De diversiteit en verscheidenheid mag geenszins ervoor zorgen dat het werk in zijn totaliteit stagnatie ondervindt. We zullen dit gegeven juist als leidraad moeten aangrijpen om tot grotere hoogten te komen. Ik verwacht zonder meer dat u zich als volksvertegenwoordiger naar eer en geweten van uw taak zult kwijten, zodat de dag des oordeels voor u geen onverwachte klap in het gezicht mogen zijn. We kennen allemaal dat moment. Regering, u mag zich dan ook voorbereiden op een parlement dat u de nodige ondersteuning zal bieden, maar indien nodig niet zal schromen u van repliek te dienen. Het parlement zal als rechter over u oordelen en het belang van het volk ten aller tijden voorop stellen. U dient lands belang, dus u zult ons land in uw handelen steeds moeten dienen. U heeft allen een belofte waar te maken om voor ons volk de integere leider te zijn die het verdient. U bent dus vrijwillig verplicht om samen met ons ervoor te zorgen dat het Surinaams volk leiders krijgt waar ze trots op mag zijn. Verder drukte B. de nieuw gekozen leden van de Nationale Assemblée op het hart hun stem te laten horen. Hij adviseerde deze leden hun frisse, innovatieve ideeën te delen in het college. Participeer in de debatten en lever een constructieve bijdrage aan het parlementair werk. Onderschat u het werk niet. U zult veel offers moeten brengen, maar u hebt bij het afleggen van de eed beloofd dienstbaar te zijn aan het volk, wat dus ook van u verwacht zal worden. Aarzel u niet om bij de doorgewinterde collega's te raden te gaan. We zijn hier om u te ondersteunen. Alle 51 leden zijn volksvertegenwoordigers, dus het volk verwacht u allen regelmatig te horen. Aansluitend hierop richt ik me gelijk tot het voltallige parlement. Ik vorm samen met u het parlement en voel me in geen geval verheven boven u. Vanaf het moment van toelating vormen wij tezamen, zowel coalitie als oppositie, één lichaam. Ik ben dan wel de eerste onder de gelijken, maar minangayu moest zitting samen. Aldus Marinus B., die vandaag gekozen is als nieuwe voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij haalde aan dat onbehoorlijk of onfatsoenlijk gedrag in het politiekhuis zonder aanzien des persoons zal worden afgestraft.